We staan hier bij onze Afrikaanse pingwings. Als je goed kijkt, staat er in ieder geval één tussen die heeft een jong verenkleed. Een kuiken dus. En dit kuiken zit eigenlijk niet zo lang bij de groep. Als kuikens eigenlijk geboren worden, dan komen ze natuurlijk uit het ei. Dan zijn ze heel donzig en klein. En na verloop van tijd, als de kuikens eigenlijk rond de 6 weken oud zijn, dan zijn ze eigenlijk best wel volwassen aan lengte. En dan moeten ze eigenlijk leren dat ze vaste vis gaan eten. En dat doen ze niet door ze bij de ouders te laten, want die leren ze natuurlijk niet om bij de emmer te komen om een visje te halen. En dan komen ze in de zogeheten crash. En daar zitten ze dan een aantal weken om vaste vis te leren eten. En na verloop van tijd dan snappen ze eigenlijk dat ze vis moeten halen bij ons en bij de emmer. En dan krijgen ze een vast visje in de snavel en dan eten ze die lekker op. Nou, als dat een tijdje goed gaat, kunnen ze eigenlijk weer terug bij de groep. En dan moeten ze een beetje op hun eigen benen leren staan, eigen pootjes, om een beetje een plekje in de groep te veroveren. En met deze gaat het eigenlijk erg goed. Pingwing paars-zwart heeft een mooi bandje omgekregen. Het is een mannetje. Hij staat er nu een beetje buiten, maar tijdens het eten dan weten ze zijn eigen goed te verdedigen. Goed een beetje om zich heen te pikken. En krijgt hij echt een goede vis weer binnen. Dus dat gaat heel goed. Dus dat is eigenlijk heel leuk om te zien.